Wij zijn op weg naar Rosmalen. En we staan nu in de file met een selfie stick in de auto. Dus we moeten behoorlijk wat Shannon overwinnen. En we hebben heel veel bekijks. Ja, we hebben heel veel bekijks. Love to camp, mensen, love to camp! Wij zijn aangekomen bij het huis van de toekomst voor onze caravan training. Vooral Martine wil graag een training volgen. Om met dat grote lel van de caravan te kunnen rijden. Van 6 meter. En ik heb ook achteruit. Ja, wat echt voor ons de hel lijkt. Dus we vragen ons af of dat er nog steeds zo is na deze training. Waarom een poedelbak, zul je jou vragen? Simpel. Hij wilde niet helemaal met de caravan hier naartoe komen rijden. Zonder dat we ervaring hebben om ermee te rijden. Daarom vandaag een poedelbak. Maar rijden mag een rondje achteruit rijden. En dat is helemaal zo makkelijk niet. Wat heb je het meeste geleerd tot nu toe? Langzaam rijden. Vooral langzaam. En goed in je spiegels kijken. Ja. Beheerst zijn. Vooral zorgen dat je in altijd de spiegels hetzelfde ziet. Ik ga weer even. Oh, Martine moet weer. Ja, we gaan. Ria? Ja? Doen we het een beetje goed? Keurig, ja. Het gaat hoe langer hoe beter. Oefening baart kunst. Zo, Martine, iedereen gaat weer naar je kijken straks. Ik moet heel het voor doen. Moet jij als eerste gaat inparkeren of een bochtje achteruit? Wat was het? Een bochtje achteruit. Oh, en word je zenuwachtig als iedereen naar je kijkt? Zie ik er zenuwachtig uit? Ja, je trilt helemaal. Marije, wat ben je nu aan het doen? Nou, volgens mij rijd ik net over een pion heen. Maar eigenlijk wilde ik zeggen dat een caravan training best wel verslavend is. Want als het eenmaal lukt, dan ben je gewoon heel trots op jezelf. En dan wil je heel graag op vakantie. Ja, ook. Maar dan wil je toch gewoon heel vaak met een boedelbak achter je langs pionnetjes rijden. Getalenteerd. Opgelucht. Caravan training zit erop. Het was echt heel leuk en leerzaam. En we hebben een stuk meer zelfvertrouwen gekregen. Wat ook voor jou? Ja, absoluut. Wat vond je het belangrijkste wat je hebt geleerd? Hoe je controle kan houden over je caravan. Ja. Dus dat je eigenlijk... Als je op veel dingen voorbereid bent, dus je hebt de juiste bandenspanning of de juiste bandendruk en je weet wat er om je heen gebeurt, je caravan is goed beladen, dat allemaal, dan heb je eigenlijk controle over de caravan en er kan eigenlijk maar heel weinig misgaan. En dat geeft je wel een lekker gevoel dat je het eigenlijk best wel zelf in de hand hebt, voor een groot deel. En vooral rustig rijden. Ja, rustig rijden, zodat je niet gaat slingeren. En, ja, we hebben gewoon heel veel geleerd, ook veel theorie, maar ook veel gedaan, ook op je achteruit. Het is een superleuke dag.